Nancy van der Rijt werd bij haar vorige baan in de ouderenzorg stelselmatig gepest. En dat had een verlammende invloed op haar. Met lood in mijn schoenen. Ja, echt met lood in mijn schoenen. 'S Morgens gaat hij wekker. En dan zet je hem op sluimertoestand en dan laat je hem ongeveer 10 keer doorsluimeren. Nou, je moet om, laten we zeggen, om 7:50 de deur uit. En je stapt gewoon echt om 7:00 je bed uit. Je probeert het zo lang mogelijk vol te houden. Ook toen haar vader overleed, kreeg ze geen enkele steun van haar collega's. En dat was voor haar de druppel. En toen kwam ik op mijn werk en dat er niemand, werkelijk waar, niemand op heel de afdeling was die mij condoleerde. En dat is zo'n hard gelag. Dat verwacht je eigenlijk niet. Je verwacht er altijd wel eentje. Minimaal in ieder geval. Ik verwacht eigenlijk gewoon dat iedereen je condoleert. Maar... En ik heb ze daarna dan wel op aangesproken. Ik ben eerst naar beneden gegaan naar de garderobe. Want ik schoot echt vol. Minister Asscher geeft €500.000 uit om pesten op het werk bespreekbaar te maken. Dat is volgens Nancy hard nodig. Ik denk wel dat het zou kunnen werken als... Als er meer bekendheid aangegeven wordt, dat mensen het gevoel hebben, vooral het gevoel hebben, dat ze niet alleen staan. Want dat is het vaak, als jij op de afdeling toevallig net die pispaal bent, dan voel jij je heel alleen op die afdeling. En op het moment dat de verhalen natuurlijk wel naar buiten komen, je hoort dat heel veel mensen ermee te maken hebben, dan is het misschien ook makkelijker om ergens aan de bel te trekken. Nancy is er inmiddels weer bovenop gekomen, maar toch koestert ze nog steeds woede tegen haar pesters. Ik zou ze in ieder geval geen woord geven. En mijn teamleidster, daar komt nog steeds het stoom uit mijn oren.